6 juni, de verkiezingen voor het Europees Parlement. Xon nam een kijkje bij de stembus in Sporthal de Soetendaal in Bennekom. De gang naar de stembus verliep daar plotseling wel een beetje duister. Ja, ineens viel het licht uit. Hoe lang heeft het geduurd, denkt u? Ik schat een minuut of 20, maar ik weet niet eens zeker. We hebben gewoon de tafels, alles moeten verplaatsen. Want ja, de mensen konden niks meer zien. En wij ook niet. En toen... Contact opgenomen met de gemeente. Wat er eigenlijk aan de hand is. Maar dat heeft een van mijn collega's gedaan. Dus ik ben blij dat er nu weer licht is. En dat alles weer gewoon doorloopt. Ja, want er kwamen nog spontaan overal lampen vandaan. Ja, en ik weet niet eens waar vandaan. Maar heeft het stemmen gestagneerd? Eigenlijk niet, nee. Iedereen pakte zijn telefoon erbij en wist inmiddels wat hij rood wilde maken. Het was een beetje behelpen in het donker, maar de stemmers maakten er geen groot probleem van. Een kleinigheidje hou je toch, zullen we maar zeggen. Over het algemeen was de voorzitter van het stembureau 's ochtends al positief over de opkomst. Nou, we zijn totaal niet ontevreden. Vanaf vanochtend 7:30 loopt het gewoon door allemaal. We hebben toch wel een paar honderd gehad. Dus ik denk dat het best goed is. Ook de bezoekers van het stembureau stelden wij een paar vragen. Wat zijn de onderwerpen die voor u belangrijk waren bij deze verkiezingen? Landbouw. En hoe het gaat met de asielzoekers, dat vind ik ook belangrijk. En ja, onderwijs vind ik ook belangrijk. Hoe het gaat met de stikstof en zo, zal ik zeggen, met het milieu. Dat vind ik belangrijk dan. Nou, ik vind de Europese samenwerking belangrijk. Ook klimaat vind ik belangrijk. Ik denk dat wel twee belangrijkste thema's zijn. Wat waren de onderwerpen die voor jou belangrijk waren? Ik zou heel eerlijk met u wezen. Dit keer maakte me niet zoveel uit. Want ik heb op Instagram heb ik heel veel grappige filmpjes voorbij zien komen. Van NO Plannen voor Kok Sjan. Dus Kok Sjan heeft gewoon mijn stem gekregen. Dat is namelijk de enige partij met oplossingen en een plan. Ik ken die hele partij niet. Vertel me eens. Nou, het is eigenlijk gewoon een Chinees-Nederlandse gast. En die gaat het allemaal van de jonge influencers om. En dan maakt hij eigenlijk grappige video's mee. En het trok mij eigenlijk wel aan. Wat waren zijn punten? Gratis OV, meer diversiteit in de politiek. En voor de, minder armoedecrisis, minder woningcrisis. Ja, het is allemaal heel duidelijk wat hij heeft. Wat waren de onderwerpen bij deze verkiezingen die voor u belangrijk zijn? Poeh. Daar heb ik me niet in verdiept. Ik heb de partij gestemd die ik hier in Nederland ook zou stemmen. En dan hoop ik maar dat het goed komt. Wat waren de onderwerpen die voor u bij deze verkiezing van belang waren? Emigratie. Nou, de emigratie, de mensen die vluchtelingen die allemaal hierop aankomen, dat is een heel belangrijk onderwerp. Onder andere voor bepaalde partijen. En... Ik denk dat het op zich helemaal niet zo belangrijk is. Het heeft alleen met de volte te maken. Wat zijn, denkt u, bij deze verkiezingen onderwerpen die in Europa spelen die voor deze regio van belang zijn? Ik denk meer voor de boeren. Ja. Ja. Speelt dat u ook bij u mee? Zeker. Het landschap mag wel zo blijven. Geen bezwaar tegen. Ik denk natuurbouw, ik denk dat de Veluwe een van de weinige... mooie plekken is met veel bos in Nederland. Er zijn best wel wat natuurreservaten, maar ik vind wel gewoon dat de Veluwe zo moet blijven. Plus, als je kijkt naar het landschap hier zo, naar de Kraats bijvoorbeeld, overal mooie boeren die gewoon hun eigen ding kunnen doen. Ja, het zou jammer zijn als er opeens allemaal flatgebouwen komen. Laat die gasten lekker hun werk doen. Maar als ik het goed begrijp, conflicteert dat ook wel een beetje, het boeren en Veluwe? Ja, ik ben ook een man vol met paradoxen. Ik ben ook een man vol met paradoxen, maar een bos moet gewoon een bos blijven. En een weiland moet gewoon een weiland blijven, klaar. Wat waren belangrijke onderwerpen voor u deze verkiezingen? Politici die bezig zijn echt met het oplossen van problemen. Niet het zomaar wat roepen. Heeft u een andere partij gekozen waarop u met andere verkiezingen heeft gestemd? Ja. Bent u teleurgesteld, zeg maar, in de politiek? Nee, ik heb meer een strategische stem gemaakt.
dit keer. Bent u teleurgesteld in de politiek? Niet meer. We zullen zien wat er nog komt. Maar de laatste 10 jaar was het niks. Heel slecht. U bent blij met de veranderingen? Ja, tenminste. We moeten nog afwachten, maar wie weet. Het kan alleen maar beter. Heb je ook hetzelfde gestemd als voorgaande jaar of kon je toen nog niet stemmen? Nee, ik mocht zeker wel stemmen toen. Nee, dit is echt een hele andere richting. Dit is een hele andere richting dan normaal. Maar ik dacht, dit jaar doe ik het eigenlijk gewoon meer voor de lol. Ben je teleurgesteld in de politiek? In de afgelopen jaren wel. Ik heb wel vertrouwen in het huidige akkoord. Alleen het enige nare is dat ik als student die gaat stoppen, hebben wij dan toevallig even over gehad. Stel je voor je langer door wil studeren dat je opeens 3000 euro boete krijgt. Dat vind ik wel lullig, ja. Bent u teleurgesteld in de politiek? Beetje wel af en toe, ja. Maar dat is iedereen, denk ik. En waar zit die teleurstelling in? De steun aan Oekraïne is veel te weinig. En dat is op dit moment het allerbelangrijkste. Want anders worden we overroeld dadelijk. Dan hebben we Oekraïne niet alleen kwijt, maar dan zijn wij onszelf en ons eigen land ook kwijt. Ik geloof dat die Russen het niet bij de Oekraïne zullen laten. En dan was dat wel zo, dan is het toch nog reden genoeg om Oekraïne met alle krachten te steunen. Dat is wel een belangrijk onderwerp voor u bij deze verkiezing ook met uw stem. Ja, ja. Ik heb de oorlog nog meegemaakt, ook al was het als kind. Dus. Bent u teleurgesteld in de politiek? Ik vind het wel moeilijk de laatste tijd, ja. En wat vindt u dan zo moeilijk? Wat er op ons bordje komt tegenwoordig. Hè? Nee, verder heb ik toch goede hoop dat het allemaal weer goed komt.